In Nikeri is het schoolvervoer lam gelegd. De bushouders zijn al een week in actie. Dat zei VHP-parlementariër Nisha Jakri gisteren tijdens de openbare vergadering in het parlement. Ze wil dat er zo gauw als mogelijk naar een oplossing wordt gezocht. Voorzitter, informatie heeft mij bereikt dat het al bijna een week is dat er geen schoolbussen meer rijden in het district Nikeri. Hoogwaarschijnlijk zijn de bussenhouders nog niet betaald geworden. Voorzitter, nogmaals, via u aan de regering. Regering, we hebben het al heel erg moeilijk. Vanwege COVID-19 konden de kinderen al niet naar school gaan. En nu nog een ander probleem erbij. Voorzitter, een ander probleem is, vandaag is al 23 maart. Over enkele dagen is het al 31 maart. Via u wens ik ook te weten van de regering. Regering, wat is de status van Bazo BZV-kaart? Zou u, of kunt u alsjeblieft de regering ook informeren? VHP-parlementariër van Nikeri, Nisha Jakri, gisteren tijdens de openbare vergadering in het parlement. Op agenda stond de behandeling van de ontwerpwet wijziging wet toezicht op geldtransactiekantoren.